vandaag echt heb geleerd is en gezien is van dat we druk bezig zijn met een verandering en dat iedereen hier in de zaal met z'n allen ook gewoon met die verandering willen meedoen. Maar dat de verandering niet alleen technisch is van een ander soort, andere manier van telen, maar ook over maatschappelijke thema's gaat. En dat is denk ik de winst die we elkaar vandaag in gevonden hebben. Het was een hele mooie dag vandaag waar we met Fascinating Partners en alle die erbij zijn hebben nagedacht over de toekomst van ons voedingsmiddelensysteem. Ik ben zelf betrokken geweest bij de sessies die kijken van hoe kunnen we nou producten gezonder maken, hè, dus de plant-based producten. En bijvoorbeeld door, je zou het niet verwachten, maar bijvoorbeeld afvalstromen te gebruiken waar ingrediënten in zitten die juist de nutritionele waarde van voedingsmiddelen weer verhoogt. We hebben ook gekeken naar de haalbaarheid van de bouw van een eiwitfabriek. Dat hebben we met alle partners gedaan en het mooie is dat het eruit komt dat nu de focus is, we moeten naar een grotere eiwitfabriek die heel flexibel is, maar die ook laat zien dat Nederland in staat is om ja, echt de volgende stap te zetten en ook echt plantaardige eiwitten, hoogwaardige ingrediënten die beter smaken, die lager in kosten zijn, maar toch een toegevoegde marktwaarde hebben, een hogere waarde dan nu en ook gezond zijn om die te produceren. Het was gewoon heel leuk. We hebben een fantastische dag achter de rug, waarin we denk ik weer heel veel hebben geleerd. In mijn geval hebben we het gehad over het woord oligopsonie. En hoe zorgen we ervoor dat de problemen die daaruit voort zijn gevloeid, hoe we die samen beeld, tekst geven. We hebben het waarom besproken en hoe wordt het zaak dat we het wat, het hoe, het wie en wanneer vorm gaan geven. Dat is ook waar Fascinating voor staat. Hè? We bedenken, maar we doen ook. In de keten. Daarnaast hebben we het uitdrukkelijk gehad over energie op de landbouw. En ook daar zijn we met innovatie bezig, namelijk een virtual power plant. Om ervoor te zorgen dat de boer op een prachtige manier geld kan verdienen met energie. Maar ook zijn eigen energiebehoeften kan voorzien. Dus al met al was het een inspirerende, maar ook een dag waarin het doen centraal weer komt te staan. Zoals altijd bij Fascinating. Het was gewoon een fantastische dag met hele enthousiaste verhalen. Ook van onze deelnemers, die wisten te vertellen waarom Fascinating zo belangrijk is voor hun businessmodel. Ja, en echt gewoon op hoog niveau commitment aan ons project en ons proces. En een van de dingen die ik vertel het net ook nog, waar ik ontzettend trots op ben, dat hoewel de conservatieve krachten en de progressieve krachten allemaal gemengd in de zaal zitten, dat mensen toch open met elkaar durven te discussiëren en open over dit onderwerp durven te praten. En ik vind dat gewoon echt een enorme waarde voor Fascinating. En deze dag heeft er enorm op bijgedragen om dat gevoel naar voren te brengen. Nou ja, en ik vond het ook leuk dat er discussie was, dat niet iedereen het overal over eens was. Dus dat verrijkt ook onze projecten. En die openheid, die was hier absoluut.